Het is vandaag maandag en ik ben mijn vlog aan het editen van afgelopen week. Vandaag hebben we ook taalles gehad, maar we waren vandaag echt mega moe. Vandaag was trouwens ook de laatste keer taalles, want ons pakket is nu op. En we gaan nu even een break nemen, kijken of we zelf thuis studie, hoe dat gaat. En dan zien we wel verder. Maar ik ben nu dus even de vlog aan het editen. Is het water aan het koken? Want het vergeet ik nog wel eens. Doe eens even iets leuks. Zie je dat? Dat doet heel gek. Vind je niet? Stuiteren. Ja, een beetje wiebelig. Kijk die ramen. Het is vandaag dinsdag en ik ga nu naar Mossegpuntjai, naar stage. Om individuele therapie te geven aan de kinderen met brandwonden. Zin in. Hij zit in de taxi, terug van Isan. En onze taxichauffeur, die is tijdens dat hij aan het rijden is, een filmpje aan het kijken op Facebook. Je krijgt zo'n update of we heel huid zijn thuisgekomen. Ik hou me even vast. Hou je van vast, ja. Het is vandaag donderdag en ik ga zo weer naar stage. Ik heb vandaag een groep. En ik heb vandaag één individueel. En daarna hebben we MDO, multidisciplinair overleg. En daarna ga ik lekker naar huis en lekker eten. Zin in. In de creatieve spullenwinkel. En ze hebben echt best wel veel spulletjes. Echt leuk. We hebben natuurlijk allebei weer een soortje aan spullen die we mee willen nemen. Die we willen kopen. Hebben we nog een muntje? Dat kunnen we wel geven. Oeh. Dit is toch sick, jongens. Dit doen ze gewoon even als het stop met het rood staat. Gaan ze even op een koord lopen. En zodra het groen wordt, ruimen ze alles weer op. Very crazy. Vijf toch niet een beetje lullen? Het is niet eens een euro. Ja, nou. Hij zit er weer bij de film. Vandaag zaterdag en wij dachten even lekker kopje koffie te drinken ergens. Dit kopje zat tot zover. Zover ongeveer. Vol met melk. En dan moet je er zelf koffie bij gooien, maar het smaakt dus nog steeds naar melk. Heerlijk. Lekker warm melk. Wij zijn lekker aan het eten. We hebben Luxemburgs, want onze Luxemburgse vriendinnen hebben Luxemburgs gekookt. Smakelijk eten allemaal. Het was echt super gezellig. De Luxemburgse meiden hadden gekookt voor iedereen. Voor al die mensen die je dus net zag. Ze hadden iets Luxemburgs gemaakt en het was echt heel erg lekker. En nu ga ik lekker naar bed. Good night. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ga nu even ontbijten en we hebben vandaag eigenlijk niks gepland. Marieke en ik gaan vandaag allebei van ons Spaans werken volgens mij, dat was de bedoeling. Want dat is hard nodig, we moeten echt even zelf studie doen, want anders lukt het gewoon niet. En verder hebben we niet echt iets gepland. Morgen gaan we naar de Kantja. Om een rugzak te kopen en ik moet even nieuwe slippers, want de mijne die gaan het echt elke seconde begeven. Dus ja. Bezig met het oefenen van Spaans. En het is lastig.